Hans van Loon trouwde in 1597 met Anna Ruighaver. Waarschijnlijk bij hun huwelijk kregen ze dit zilveren album Amicorum cadeau. Vrienden en bekenden zetten hierin hun handtekening en wapenspreuk, waaronder Maurits van Oranje. Het is ook de vroegste afbeelding van het familiewapen, waarop naast de drie kruisen, symbool voor het molenrecht dat de familie bezat in de middeleeuwen in het plaatsje Loon op Zand, ook de moren te zien zijn. De moren symboliseren de handel die de familie dreef aan het einde van de 16e eeuw met Constantinopel. Dit zilveren album Amicorum is ook de inspiratiebron geweest voor Gavin Turk om bevriende kunstenaars te vragen werk te maken voor deze tentoonstelling. Gavin Turk is een Engelse kunstenaar die berekend kan worden tot een Young British Artist. En het is de eerste keer dat hij in Amsterdam wordt tentoongesteld. Met het plakkaat beneden in de hal was een afstudeerproject. En hij probeerde in 1991 hiermee af te studeren, maar dat werd helaas afgekeurd. Toen heeft Charles Saatchi, een bekende reclameman en kunstverzamelaar, zijn werk opgepakt. Dit werk opgepakt en meegenomen naar de tentoonstelling Sensation in 1997 in de Royal Academy in Londen. Gavin heeft een link gelegd naar het zilveren boekbandje van de familie van Loon. Het zilveren boekbandje als een vriendenboek en een Liber Abicorum presenteert Gavin als het ware zijn Liber Abicorum met de portfoliowerken in de Vogelkamer. Hij heeft bevriende kunstenaars uit Engeland gevraagd om een portfoliowerk te maken, dus een werk in editie. Belangrijke namen als Robin Nick Carter, Damien Hirst en Fiona Benner worden in de Vogelkamer tentoongesteld. Ja, wij doen dus al bijna 20 jaar lang hedendaagse kunstprojecten hier in het Museum van Loon. Daar zijn we in 1997 mee begonnen om hedendaagse kunstenaars uit te nodigen om hier in het huis werk te maken. Ik heb dus Gavin gevraagd om dit project te doen. We hebben samen op de kunstacademie gezeten in Londen in de jaren 90. Zo kennen we elkaar. We zijn altijd in contact gebleven en hij heeft altijd aangegeven dat hij geïnteresseerd zou zijn om iets te doen in het museum. Toen hij hier op bezoek kwam met zijn vrouw Deborah, toen wou hij eigenlijk iets cureren. Omdat we samen op de academie hebben gezeten, heeft hij mij gevraagd om speciaal werk te maken, ook voor de tentoonstelling. Er zijn twee werken van mij te zien, twee driedimensionale werken en een drukwerk. Ik ben erop gekomen, want het is een Nederlandse traditie om bijvoorbeeld kinderschoentjes of babyschoentjes te laten vergulden of verzilveren. En dat zie je dan bij een familie thuis naast de familieportretten op de schaal of op een commode ergens. En het is een manier om de tijd vast te zetten. Ja, dus ik heb ervoor gekozen om de tulp op het laatste nippertje, voordat hij helemaal uitgebloeid is, te vergulden. Dus niet in zijn perfecte staat, maar je kan je voorstellen dat iemand er nog langer van wou genieten, van de mooie kleuren. Maar net voordat hij helemaal verwoest was en de blaadjes eraf vielen, dat hij dan die tijd wou stilzetten. Ja, toen Gavin met deze tentoonstellingproject kwam en over tulpen, dacht ik meteen aan een oud kunstwerk wat ik in de jaren 90 had gemaakt. Een doodskistje, een glazen doodskistje met gedroogde tulpen erin. En dat refereert aan de fragiliteit en de vergankelijkheid van het leven en de natuur. En dat, ja, dat glas, dat breekbaarheid, dat heeft ook weer referenties aan dit huis, wat ook heel breekbaar is en fragiel en waar er goed voor gezorgd moet worden. Het refereert ook aan de generaties, het komen en gaan, het geboren zijn van nieuwe generaties en het overlijden van andere generaties. En deze continuïteit vind je hier in dit huis en daar zorg ik nu voor en dat is eigenlijk mijn levenstaak zo'n beetje. So this is the Turkish Tulips exhibition, and the reason why it came about in my mind is when I got an invitation to make the show here in the house. I kind of found myself in the foyer looking at a flower display and thinking, isn't it interesting that in a museum you make a flower display as a kind of, almost like as a way of
engaging, starting to engage the audience in the process of looking. And so I then thought, oh, and these flowers obviously are tulips. With a name like Gavin Turk, someone that deals with, in a way, like cultural cliche or cultural identity, I thought, well, maybe what I'll do is I'll deliver my own box of tulips to the museum, and I'll deliver Turkish tulips. And I'll just make a, this is actually like a bronze cast of a crate that would have contained tulip flowers. And now it's been delivered here so that it feels like it's just arrived. In a way, like from that starting off point, we then have developed the whole show with this idea of tulips in mind, and a way that tulips can become a way of thinking about where we are and how we got here. A way of thinking about all sorts of ways of trying to understand cultural identity and culture itself. So also with the exhibition, one of the things we've got is we've invited 20 artists to make work that's going to go into a portfolio of artworks. And these artists are friends and contacts who've all responded to the theme of the tulip. And it is starting to become a kind of educational resource. It's something that that the museum can use to further and engage with the audience. We have worked with an organisation called the House of Fairy Tales to kind of produce and to distribute the educational programme for the exhibition. With this tulips, Turkish tulips exhibition, the Museum Van Loon have given us an opportunity to work with 20 of our artist friends to develop an education programme which we're going to take back to the UK and work with schools and communities throughout the UK to get excited or to renew an excitement about the history and the science and the politics of and the economics of Europe and the Middle East in a more positive way at this time of great change within Europe and within the global politics. And so hopefully somehow our kind of humble tulips are going to be kind of igniting a kind of excitement and a curiosity about the positive things that we can learn from our past. And to encourage children and their families throughout the UK and beyond to kind of think about our future on the planet in the light of what we've learnt through this very kind of important part in our history.